heeft het al in de gaten natuurlijk. We zijn er bijna weer. Zijn we bijna. En dan gaan we het schip weer aanbinden en dan begin ik weer even, zodat u op uw gemakkie het schip kan verlaten. Ik hoop dat u die 3 uur aan boord, dat u het een beetje naar uw zin gehad hebt. Dat u wat moois gezien hebt hier in de buurt. Dat eten en drinken in orde was. En dan hoop ik dat u er ook gezond bij blijft als u naar huis gaat. Dat is wel het belangrijkste. En misschien zien we elkaar wel weer een keertje meer. Als wij dadelijk gaan vastmaken, wilt u dan niet gelijk allemaal uit het achterdek lopen om als eerst aan de wal te komen. Zo groot is de ploeg niet en we hebben tijd zat. Want wij moeten eerst even het schip goed vastbinden, de gangway leggen en dan word ik mezelf uitgenodigd om het schip te verlaten. Een kwartier daarna krijgt u het commando om het schip te verlaten. Ja, namens de rederij en de bemanning, dank u wel dat u bij ons aan boord was. Wij vinden het leuk om van de straat af te zijn en de mensen de weg te laten zien. En de hoop is altijd gebaseerd dat u het naar uw zin gehad hebt, want dat is wel het belangrijkste. Als u het op de een of andere manier wilt waarderen, dat kunt u dan bij de dames doen, want die hebben pasroute. Ik zit hier op een gemakje te wachten tot er iemand op een aanmerking heeft over de vaart. Die kunt u bij mij kwijt. Niet allemaal tegelijk alsjeblieft. Nee, nogmaals, ik hoop dat u het echt naar uw zin gehad hebt en als u dadelijk naar huis gaat, wel thuis. Blijf gezond en misschien tot de volgende keer.